sluiting vandaag hier van de Achter de Berg voor onze eerste dag. Aspirante 14 jaar. Maar die foto van links aan gepubliceerd en dat was van België. Was dat. Toch stond een mint met een heel blad in gezet. Goede stand bereiden. Goed. Ik kom jongen. Ja, want dat is van goed zo. Kijk dan. Ja, ja, man. Ja, dat mag zeker. Kom aan, daar is het dicht zetten. Kom aan, Jel. Dat is buiten om, hè. Kom aan, hè, meer, Duitsen. Kom aan, gewoon blijven lopen, Jel. Goeie man. Kom aan, Jonas! Kom aan, Jonas! Kom aan, Jonas! Aan de andere zijde met Nio van der Vos. Met Joren van Hout de tweede stelling. Gaan we kijken naar de nummer 3 in de wedstrijd aan de overzijde. Zijde. Tegen Bert Banen door het Mulle en Rullenzand. Er zit Neo Tielens. Die voorbij flitsen in de persoon van Nio van der Vorst uit Haarlem. Van vandaan voor Koninklijke Limburgse Zuid-Limburgse Wielerclub. Met nog 3 rondes te rijden is het op de tweede plaats hier voorbij kan komen. Joren van Hout. Ook een regionale coureur uit Koersel.
Gaat de derde plaats ingenomen worden door Neil Tielens, de centerman. Gaat op zijn beurt gevolgd worden door Witse de Laat. Hier kort achter Witse zien we ook zijn Bossaard voorbij komen. Met Milan de Winter. Of met Tjalle Dries. Met Lennart van Tichel zaken we hier passeren. Nummer 37 en 9 die voorbij kan komen. Met Sander de Voor en ook Thibaut Vermeulen. Gaan we naar deze groep kijken met Ruben Jacobs op kop. De dame aan de leiding hier bij de meisjes hier ook zagen we Jitsi Hulkemans passeren. Ja. Met Gilles Monti die werd vooraf gegaan door Rick Schreurs. Van Gian Meurs, de lokale favoriet vandaag hier in Hertel Exxon. Daar bijna voor eigen deur fietsen. Die voorbij flitsen de persoon van Nio van der Vorst uit Halen. Van vandaan voor Koninklijke Limburgse, Zuid-Limburgse Wielerclub. Met nog drie rondes te rijden is het om op de tweede plaats hier voorbij gaat komen. Joren van Hout. Ook een regionale coureur uit Koersel. Gaat de derde plaats ingenomen worden door Neo Tielens te Senderlo. Op zijn beurt gevolgd worden door Witse de Laat. Hier kort achter Witse zien we ook zijn Bossaard voorbij komen. Met Milan de Winter. Of met Tjalle Dries. De nummer 37 en 9 die voorbij gaan komen. Met Sander de Voor en ook Thibaut Vermeulen. Gaan we naar deze groep kijken met Ruben Jacobs op kop. En maar eens een keer die dame aan de leiding hier bij de meisjes hier ook zagen we Jitsi Hulkemans passeren. Komt hier van Cas Hermans. Je bent Gilles Monti, die werd vooraf gegaan door Brieke Schreurs. Komt hier van Gian Meurs. Hij is de lokale favoriet vandaag hier uit Hertel Exxon. Daar bijna van eigen deur fietsend. Thank you.
ook zijn dat die van de Vos voorbij gestoken werd door de twee anderen die dat gevonden waren in eerste instantie. Dus die zien dat de andere zijn er fietsen. Zo sluiten we aan bij de kop van de wedstrijd nummer 7 in de Elfenfeest. De hoofdrol van de doelgroep van Leo Kielens samen met Jorgen van Hout. Voorbij gaan komen, dan hebben ze nog twee rondes af te leggen. Op de schitterende parcours hier in de Echtelse Duinen. Ondertussen Schermrecht ook in het parcours deze twee dagen met de koploper die hier voorbij gaan. Voorbij gestoken werd door de twee anderen die nog begonnen waren in eerste instantie. Jullie zien dat de over zijn de fietsen. Hier ze dadelijk voorbij gaan komen, dan hebben ze nog twee rondes af te leggen. Op dit schitterende parcours hier in de Echtelse Duinen. Ondertussen Scherprechter ook in het parcours deze twee dagen. Met Wieland de Winter daarbij, die voert deze groep aan. We zitten ook in Sven Bossaerts uit Nijlen. Met Lennart van Tichelt die hier passeerde, dit is samen met Iben Jacobs. We hebben ook Sander de Voor die nog twee rondes te rijden heeft. Mogen zijn dat hier de Belgische kampioenen met zijn Kelly rijden. Ja,
Vermeulen daarbij in het gezelschap rijdend van Stan Kraps, die ook het rondebord op 2 hangen. Belgische kampioenen hier op kop van deze groep. Op de voorbij gestoken door Jitse Wildermans. Tijmen en Smetsen passeerden hier, deed dat in het gezelschap van Cas Hermans. Met Siebe de Bakker, ook Semmen van Hoven die voorbij kwam. Ook in deze groep heel veel vertrekkers, maar liefst 52 aan de start gekomen. Dick Scheurse was er een van, die kwam hier voorbij met nog 2 rondes te rijden, werd gewonnen door Manu de Maaskalk. Waar is de Axel? Krijgen we de doorkomst van Anna Korvers. Ondertussen Scherprechter ook in het parcours deze 2 dagen met de koploper die hier voorbij gaat komen in de persoon van Neo Tielens met Joren van Hout. En er wordt een flink aangemoedigd door zijn supporters hier. Een derde stelling gaat hier voorbij komen in de achtervolging. Nio van der Vorst. In het groepje met Milan de Winter daarbij, die voert deze groep aan. We zitten ook Vincent de Laat daarbij. Naar de passage hier van Sen Bossaerts uit Nijlen. Met Lennart van Tickelt die hier passeerde, dit samen met Iben Jacobs. En we ook Sandro de Voor die nog 2 rondes te rijden heeft. En overzijde zie ik de Belgische kampioenen met zijn Kelly rijden. Tweetal met Timo Vermeulen daarbij in het gezelschap rijdend van Stan Kraps, die ook het rondebord op 2 hangen. Belgische kampioenen hier op kop van deze groep. Ook hier voorbij gestoken door Jitse Wildermans. Meer, hup, hup. Smets passeerde hier, deed dat in het gezelschap van Cas Hermans. Met Siebe de Bakker. Ook Semme van Hoven die voorbij kwam. Ook in deze groep heel veel vertrekkers, maar liefst 52 aan de start gekomen. Briek Scheurse was er een van, die kwam hier voorbij met nog 2 rondes te rijden. Werd gewonnen door Manu de Maaskalk. Vlaamse Axel. Van Anna Korvers. De plaatselijke favoriet hier uit Hechtel Excel zagen we ook passeren. De persoon van Zian Meurs. Hier is het Aaron Jansen die voorbij komt. We'll be right back.
Van de doorkomst juist ook van Roos Worms. Daar is voor de diverse ereplaatsen strijdend. Daar de nummers 51 en 24 bij elkaar. Gilles Rijmakers samen met Rijmakers, moet ik zeggen, samen met de nummer 51 weer in ons zicht gekomen. We gaan er dadelijk hier voorbij komen. We krijgen dan ook de bel voor de laatste ronde. We kunnen duwen, dus kom ook achter. Wie gaat hier voorbij komen? We hebben de Leon Tienens. We gaan op de tweede plaats hier voorbij komen. We hebben de Joren van Hout. En de Koeksel. Kom maar, even. Kom maar, jongen. Kom maar. Daar staat de start voor mooi derde plaats in. En nu ook de plaats van de Raden, Mio van der Hoes. Ach, kom maar jongen, dat is niet. Samen met de Rijmakers, moet ik zeggen, samen met de nummer 51, met Imke de Mol. Goed positie bij de merken die wordt ingenomen door MSC Kelly, de Belgische kampioenen. In de wedstrijd weer in ons zicht gekomen. We gaan er dadelijk hier voorbij komen. We krijgen dan ook de bel voor de laatste ronde. De wedstrijd, hier gaat hij voorbij komen. Met de Neo Tielens. Tweede plaats hier voorbij komen. Dit is de persoon van Joren van Hout. En de Koersel. Para que no lo...
Staat snelle start, nog een mooie derde plaats in voor Elena de Balen. Gaan we de laatste ronde in de Witse de Laat. Op nog één van het rijden voor Milan de Winter. Gaat hier de bel geluid worden voor Sam Bossaert. Met Fabian Maas en Peter Hepper. Goed zo. Tom Kraps heeft ook nog één ronde te doen. Ook de laatste ronde voor Luca Liese. Sieben de Bakker ging de laatste ronde in. Zeeuwse coureur Manu de Maarschalk. Van Tom Michiels. De ronde gaat ook in, de nummer 14, Jonas van Hees. Fabian Sprimon kwam hier voorbij, ook nog één ronde te doen. Nog één ronde te rijden voor Sander van Hoven. Bibianen hier voorbij komen. Ook de doorkomst van Tom Michiels. Eén ronde te doen. Die woorden met kunnen behouden.
Ook nog één rondje rijden voor Dison Thijs. Hij is bezig aan de lange triomf. We krijgen hem daar in het vizier en het zicht. De 14 jaar gaan we verwelkomen met een geweldig applaus. Het is natuurlijk niet van een vreemde aankomst hier. Alles gaat hier finishen, zojuist ook voor Rudy de Pelsmaker. We gaan naar de volgende binnenkort ook een heren. Gaan we hier over de meet zien komen, Nio van der Vorst. Houdt de ere van Halen hoog. Een prestatie vandaag hier in Hechtel, Exxon over de meet komend, Witse de Laat. Aankomst ook van Roos Borms. Binnenkomst van Sven Boshaert, zit daar nog een tijd op levende doos op de hek hier. Het gaat om een hele mooie positie, een hele mooie placering vandaag in deze wedstrijd. Bij de Asgerand wordt van Tikkelt. Het is Stan Krapsie op de meet gekomen. Aankomst van Ip. Van Zeppe Segers, zagen de finish juist ook van Gil Raamakers. Kijk eens, flinke aanmoediging hier voor nummer 40, voor Hans Kuppens. Die gaat Jitse Wildermans finishen. Met Tijmen Spens. Aankomst van Timo Vermeulen, daar krijgen we Emma Tegeli in dicht. Bakker. Finish van Sebbe van Hoven. We gaan kijken naar de aankomst van Rick Scheurs. Aankomst van Jonas van Hees. Ook een Toon de Gilles die we over de aankomst daarin zijn gekomen. We met Fabian Scrimon. Om nog één rond te rijden voor Dison Thijs. Kom aan, heel goed jongen. Super jongen. Hij is bezig aan de wagen triomf. 14 jaar gaan we verwelkomen met een geweldig applaus. Het is natuurlijk niet van een vreemde. De aankomst hier van Neo Tienens. Wint vandaag hier de Achter de Bergcross bij de aspiranten. 14 jaar jong. Alweer een winnaar. Alles gaat hier finishen, zojuist ook voor Rudy de Pelsmaker. We gaan naar de volgende binnenkomst. Ik heb een hele mooie wedstrijd gereden. Schitterende tweede plaats uit voor Joren van Hout. Laat ik op de derde plaats beslag uitleggen. Gaan we hier over de meet zien komen, Nio van der Vorst. Hey, hey, here come the trouble.
blij met zijn prestatie vandaag hier in de Hechtel. Exel over de meet komen. De Witse de Laat. Een hele mooie positie, een hele mooie placering vandaag in deze wedstrijd. Bij de aspirant door 14 jaar. De drietal dat hier aangevoerd wordt door Lucas Leijsens. Ik ben Jacobs met Lilian de Winter. Ook met Sandro de Voer. Ook Bert de Vanger die hier gaat finishen. De werkkomst van Michiel Alen gaat hier finishen, ook Fabian Maas. Op de andere. Met Stan Krapsi over de meet gekomen. Gaan we naar de volgende aankomst hier. De Toon Dekkers, die dan de 15e plek voor zich opeist, gaan we kijken naar daar komt ook van Zeppe Segers. We zagen de finish juist ook van Gil Raamakers. Kijk eens, flinke aanmoedigingen hier voor nummer 40, voor Mats Kruppens. Die gaat Jitse Wildermans finishen. Met Tijmen Smets. Innoverende sprint hier. De grote finish. Was het Jaro Vaas die het haalde voor Fennige Boers. Aankomst van Manu de Maaschalk. De Belgische kampioenstrijd. Alle eer aan hier. Emma Tsekeli gaat hier over de meet komen. Ook haar zien we straks uiteraard weer terug op het podium. Als beste meisje in deze categorie. Aankomst van Siebe de Bakker. Finish van Sebbe van Hoven. Ook Toon Michiels die we over de aankomst zijn aangekomen. We gaan de finish krijgen hier van Anna Korvers. Tweede meisje de daguitslag staat zoek voor de huldiging. Hier de aankomsten van Kjell Koopman. De finish hier ook van Thibaut Rousset. Hier de aankomsten van Luca Liese. Dit is ook van Sander Jacobs. Wat een heerlijke dag is dit voor mij. Dat is de aankomst van de lokale favoriet Zian Meurs. Hier uit Hechtel Exel. Alles is voorbij. Even is goed voor mij. Alexe de Raad.
Ook de overige deelnemers komen nu druppelsgewijs over de aankomstlijn. De rademaker. Ze mag op stek nummer 3 komen staan. Een hele mooie tweede plaats bij de meisjes op het podium plaatsnemend. Anna Korvers. Krijgt ook de felicitaties van Brecht Toelen namens de organisatie. En op de hoogste treden mag ze plaatsgenomen. De winnares vandaag op de Belgische kampioenen. Emma Sekeri mag op de allerhoogste treden plaats gaan nemen. En krijgt ook die prachtige prijs. Ook de bombij in de envelop van de eetdag ten voordele van PMC Cycling Zonnehoven op 22 en 23 februari. Applaus hier voor de eerste drie. De drie bij de jongens op een schitterende derde plaats. Die applaus voor Nio van der Vos. Een snelle start, uiteindelijk op een hele mooie derde plaats terechtgekomen. We gaan naar de tweede plaats. Uw applaus voor Joren van Hout. En nu speciale aandacht vragen we voor de grandioze winnaar van vandaag. Na een hele mooie solo ging de overwinning naar Neo Tielens. Het is ook niet heel onbekend in het offroad gebeuren. Applaus nogmaals voor de eerste drie. Voor Neo Tielens, voor Joren van Hout en Mio van der Vorst. En met deze huldiging zijn we aan het einde gekomen van de eerste dag van het eerste lustrum ook. De vijfde.